ben Denise Sump, gehuwd Phoebus. We hebben 3 kinderen, Suena, Joyce en Preston. Ik heb sociologie gestudeerd aan de Antwerpen Universiteit, een postgraduate in basic life skills, tenminste zo is het bekend in Suriname, maar eigenlijk is het health and family life education. En daar is mijn interesse gewekt voor persoonlijke ontwikkeling, personal development en het versterken van anderen, onder andere daar hoor. Ik heb het tot mijn missie gemaakt om vrouwen te versterken met de inspiratie en de moed die ze nodig hebben om naar hun volgende level te gaan in het leven. En ik prikkel ze om gigantische dromen te durven visualiseren en de zelfzekere stappen te zetten om ook echt daar te komen. En op die manier hun invloedssfeer te vergroten tot eer van hun schepper en ook voor hun medemens. Die missie is zich gaan ontwikkelen door de jaren heen. En eigenlijk heeft het helemaal te maken met de fricties die ik mee heb gemaakt als jong meisje. Ik struggelde enorm met onzekerheid, gevoelens van onzekerheid vanwege mijn huidskleur en vanwege mijn haartype. En als jong meisje dan denk je van hoe moet je dit aanpakken? En nu praat iedereen over coaches en mentors en zo, maar toen ik jong was had je dat niet. Dus ik moest het uitzoeken en ik hou van lezen. En je ziet boeken hier, dus ik lees heel graag. En door het lezen ben ik te weten gekomen hoe pak je dit soort dingen aan. Maar niet alleen onzekerheid. Ik zat ook met andere issues zoals, later op de leeftijd, alleen ouderschap. Ik moest leren omgaan met hoe voed je je kinderen op alleen. In de beginfase van mijn leven was dat zo. En door te studeren, maar door trainingen te volgen. En heb ik door de jaren heen een concept ontwikkeld. Dus dat heb ik allemaal aan elkaar geregen. En zo is er een concept ontstaan, Grounded Personal Leadership. En vanuit die gedachtegang of dat gedachtegoed train ik vrouwen. Zodat ze inderdaad leren om ondergrond te vinden in hun leven. En van daaruit hun missie of uit te vinden waarvoor ze hier zijn. En daar handen en voeten aan te geven en dat ook echt te gaan doen. Ik heb zelf ervaren dat het heel veel levensvervulling geeft als je ontdekt waarvoor je hier bent. En ik heb ontdekt dat het vaak zit in de fricties waarmee je zit, de moeilijkheden die je tegenkomt in je leven. Dat geeft je clues van waarvoor je hier bent. Zo heb ik dat door de jaren heen ontdekt voor mezelf. En dat is basically mijn missie waar ik nu echt me voor geef. Ik ben verder ook studentendecaan aan de Antwerpen Universiteit. Werken met jongeren, dat vind ik gewoon heel bijzonder. Gewoon omdat ik weet van toen ik jong was, had ik iemand nodig, een body, om me te ondersteunen. En dat wil ik nu zijn voor hun, zodat ze hun academische carrière op een goede manier kunnen volvoeren met die hulp die ik ze kan bieden. Dat is ook iets waar ik me erg voor inzet. Ik heb zelf gezien dat het ontzettend belangrijk is als je empowered wordt. En ik heb, kijk, je kunt intrinsieke motivatie ontwikkelen door gewoon naar binnen te gaan en jezelf te stimuleren. Maar ik weet dat je niet altijd dat het niet altijd daar is. Soms kan je all over the place zijn met je gedachten, waardoor die intrinsieke motivatie niet komt. Maar van buiten, ik heb ervaren dat als anderen me inspireren, dat ik die moed krijg om door te gaan. En dus heb ik het omgekeerd. Wat ik ook heb gezien is dat als ik met bepaalde dingen zat en ik anderen ging motiveren, dat het mijzelf ook stimuleerde. Dus dat is een beetje de beweegreden waarom ik, dat drijft me eigenlijk om anderen te motiveren en te inspireren. Dat programma heet Wat Vrouwen Doen en Waarom. Ja. Het is eigenlijk begonnen met Futuring a Next Level Lady. Een van de informatieproducten die ik heb is de Next Level Intensive. Ik zei het al eens om vrouwen naar hun volgende niveau te brengen in het leven. Die Next Level Intensive is opgezet om de vrouwen de strategieën, de kennis, de practices te leren van hoe ga je naar je volgende niveau. En eigenlijk dat ging vooraf aan het programma Wat Vrouwen Doen en Waarom. En al die vrouwen die dus hebben deelgenomen en die hun leven wilden delen en wilden aangeven wat het voor hun betekende om deel te nemen aan zo'n programma, aan de workshop, die interviewde ik wekelijks.
daar begon het mee. Maar op een gegeven moment kwamen ook andere vrouwen naar me toe die de behoefte hadden om hun leven te delen. En toen dacht ik van, in eerste instantie had ik zoiets van, nee, het is echt voor onze groep om dat te delen met anderen. Maar op een gegeven moment heb ik het open gegooid. En alle vrouwen met wie ik een touch heb hoor, ik nodig eigenlijk niet iedereen uit. Elke vrouw met wie ik een touch heb waarvan ik zie van, hey, de community, de Next Level Ladies Community, die zal iets hebben aan deze vrouw. Die interview ik dan, zodat anderen kunnen zien wat zij allemaal doen. Want vrouwen in Suriname doen een heleboel. Weet je, het is niet bekend, maar ze doen een heleboel. En dat bedoel ik niet gigantische dingen als het opzetten van een geweldig project, maar gewoon hoe ze in hun eigen leven hebben in staat zijn om de challenges te overbruggen. Die strategieën delen ze dan. En ik vond het wel belangrijk om vrouwen een platform te bieden om dat te doen. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte van wat vrouwen doen en waarom. De reacties van vrouwen zijn verschillend. Maar basically wat men zegt is meer dat stukje zelfkennis. Ik vond het heel goed om mezelf te leren kennen, om te zien hoeveel kracht er eigenlijk in me zit. In relatie tot mezelf, maar ook in relatie tot mijn schepper, merk ik dat ik heel erg powerful ben. Heel veel van de reacties hebben te maken met ik heb mezelf beter leren kennen, ik kreeg meer waardering voor mezelf en ik durf gewoon meer nu dat ik dit allemaal weet van mezelf. Ja. Hey ladies, onze focus ligt deze week op the power to go all in. Als je ergens ten diepste in gelooft, geef alles. Als je ergens ten diepste van overtuigd bent, zet je ten volle in. We gaan voor 100, oké? Deze week gaan we echt breken met die halfslachtigheid, met wispelturigheid en al dat eindeloos beredeneren. Want je weet ten diepste waar je staat, toch? Die droom, het project, het huis, het gezin, de familie, het programma, het besluit. Het maakt niet uit. Go all in. Geef alles. Oké, voor mij is het familie Tori, voor jou Utori. Laten we het doen. Denise Sumter, Stichting Make a Difference. Het mooiste wat ik vind is om te zien het transformatieproces. Ik hou ontzettend van processen. Eigenlijk om te zien hoe iets verandert, stap voet. Je weet hoe dat gaat bij een vlinder, toch? Van pop naar vlinder. Dat vind ik mooi om te zien, dat een vrouw komt en zegt, ik vind het gewoon verschrikkelijk, ik wil hier niet meer werken, ik word gekleineerd. En dan doet ze die training of ze heeft een coachingsgesprek en ze ontdekt zichzelf van wat ze allemaal al heeft neergezet, bijvoorbeeld in het bedrijf. En dat we nagaan van, hoe kun je naar het volgende niveau, hoe kun je er inderdaad voor zorgen dat je een andere job vindt. En soms besluit die vrouw dan om niet een andere job te vinden, maar gewoon doordat ze diezelfde situatie anders gaat zien, dat ze eigenlijk naar het volgende niveau gaat. Dus wat ik mooi vind is om die transformatie te zien in vrouwen. Wat ik erg vind is als ik vrouwen zie ronddraaien in cirkels en er niet maar uitkomen. Dat vind ik, dat is iets wat ik erg vind, omdat ik weet dat je er wel uit kan komen. Het gaat niet vanzelf. Je zou wel stappen moeten ondernemen om uit die vicieuze cirkel te komen. Maar inderdaad, als ik vrouwen zie ronddraaien in een bepaald cirkel, een bepaald circuit, en ze komen er niet uit, dat vind ik erg. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik probeer om vrouwen te inspireren. Omdat ik zelf ook heb rondgedraaid in cirkels, so I know what it is. Maar ik zie ook dat je eruit kan en dat je verder kan. Ik vind het wel belangrijk dat mensen leren, niet alleen vrouwen, maar ook mannen, om zich te gronden. Ik kom uit een jongere tijd van heel veel onzekerheid. Weet je, altijd bevestiging zoeken bij anderen van wat zal de volgende stap zijn en iedereen vragen hoe of wat. Die onzekerheid, dat hoeft allemaal niet. Je kunt je gronden in het leven door te weten, één, waarvoor ben ik hier? Als je die vraag kan beantwoorden, dan gaat een hele nieuwe wereld voor je open. Omdat je dan inspiratie krijgt, je krijgt ideetjes. Daarin kun je je gronden, maar ook in het hebben van een visie. Oké, dit is, hoe kom ik daar? En ook dromen. Niet bang te zijn om groots te dromen.
En dan, mensen zeggen vaak, ik raak overweldigd. Maar je kan die grote droom, kan je chunken in kleine stukken. Dat is belangrijk. Je kunt je gronden in je dromen. Maar je kunt je ook gronden in je waarden. Wat vind jij belangrijk? Dat is ontzettend goed om te weten. Wat vind ik belangrijk? Vind ik educatie belangrijk? Vind ik het belangrijk om de waarheid te zeggen? Vind ik het belangrijk om... Whatever it is, als het voor jou belangrijk is, hou dat vast. Want op het moment dat je dat loslaat, dan verlies je je ondergrond. En dan verlies je jezelf. En het is verschrikkelijk om te leven zonder dat je, ik zal niet zeggen comfortabel, maar het is verschrikkelijk om te leven terwijl je je eigenlijk niet thuis voelt in je eigen leven. Dus ja, je kunt je ook gronden in je schepper, degene die je geschapen heeft. En dat is voor mij een hele solide basis om je te gronden daarin. Dus vind je ondergrond waardoor je, whatever happens in your life, een sibibusi of wat er ook gebeurt, kun je altijd teruggaan naar, dit is voor mij belangrijk. Van hieruit wil ik verder inhoud geven aan mijn leven. Dat is iets wat ik iedereen zou willen meegeven. Ground yourself in wat voor jou belangrijk is. Hey ladies. En zo vervolgen we ons leven en ons levenswerk. Het is weer een nieuwe week. Deze week staat voor ons in het teken van de stilte. Neem deze week de tijd om de stilte in te gaan. Neem de tijd om stilte te ervaren. De kracht van stilte. Ontdek jezelf in de stilte. Ontdek de omarming van je schepper in de stilte. Ontdek de genegenheid van je geliefden in de stilte. Breng stilte in de wanorde van chaotisch denken. Wees stil en weet dat ik God ben, zegt je schepper tegen jou. Laten we deze week groeien in de stilte. Heb een krachtige week van stil zijn. Bye. Denise Sumter, Stichting Make a Difference. Ik wil heel veel nog bereiken. Ik wil meer structuur brengen in het versterken van vrouwen. Zoals op de wijze waarop ik, met mijn eigen flavor natuurlijk, met die gedachtegoed van Grounded Personal Leadership. En het boek, ik wil al lang dat het boek uitkomt, dus ik wil graag dat boek uitbrengen. Dat is één. Ten tweede wil ik dat mensen eigenlijk overal in de wereld toegang hebben tot de informatieproducten die ik heb. Dus om het verder goed uit te bouwen op mijn website, waardoor wereldwijd vrouwen daar toegang toe hebben. Maar de laatste tijd merk ik dat een heleboel mannen ook zeggen van ja, ik kom niet op die dingen omdat je iedere keer je richt op vrouwen, maar ik wil er eigenlijk ook bij zijn, dus ik moet gaan nadenken of ik het moet uitgooien ook voor mannen. Dat is wat ik heel erg wil. Ik wil neerzetten echt voor mijn kinderen dat ze doorhebben dat als je eenmaal je missie hebt gevonden, dat je ervoor moet gaan. En dat probeer ik duidelijk te maken door dit te doen. En de hoop is dat ze dat zien en voor zichzelf ook gaan uitzoeken. Ik help ze ook uitzoeken waar ze moeten zijn. Maar dat voorbeeld wil ik ook stellen. Als ik terugblik, dan zie ik ups en downs. Ik zie een jongere tijd van heel veel doen. Zwemmen, turnen, atletiek, een heleboel. En ik denk dat mijn moeder dat zo gecreëerd heeft voor ons om heel veel vaardigheden op te doen. Dat is gewoon mooi. Ik denk dat het goed is als jongeren dat doen. Kijk, nu is het echt heel veel Facebook enzovoorts. Maar ik denk dat buiten basketballen, voetballen en andere sporten doen, dat heel belangrijk is. Ik zie ook uitdagingen. De uitdagingen die ik net noemde over onzekerheden, die zijn inherent aan de jongere tijd hoor. Maar dat je leer daarmee om te gaan. Dat.
zie ik. En verder wat ik nog zie is altijd die droom vast te houden. Kijk, als je jong bent heb je heel veel dromen en ze kunnen veranderen. Ik had altijd heel veel dromen, dus het was altijd moeilijk om de juiste weg te vinden waar wil je naartoe. Dus ik deed van alles een beetje, tot ik ben gekomen op wat ik nu doe. Maar ik denk dat het belangrijk is om niet bang te zijn om je dromen uit te proberen, zodat je precies weet waar je moet zijn. Ik zie ups en downs en daarom vind ik het belangrijk dat je leert om jezelf te gronden, waardoor je de juiste beslissingen kan nemen, zodat je op een gegeven moment komt waar je wil zijn. En niet komt op een andere plek, dwars door alles wat er gebeurt in je leven. Dat is wat ik zie. Als je het idee hebt van, ik weet niet zo goed waarvoor ik hier ben. Ik weet niet zo goed waar ik naartoe wil met mijn leven op dit moment. Of als je denkt van, het is nu allemaal een beetje rommelig in mijn hoofd. Ik wil een rustpunt hebben, ik wil een klankwoord hebben. Dat zou je bij me kunnen zijn. Omdat we dan samen gaan kijken van, hoe zorg ik ervoor dat ik inderdaad kom waar ik wil zijn, graag wil zijn. Ik denk om een moedige, dappere vrouw te zijn, is het heel belangrijk dat je op onderzoek uitgaat van wie ben ik. Dat is zo'n belangrijke vraag om uit te zoeken wie je bent. In waarden, in visie, in missie. In wat vind ik leuk, hele gekke dingen, wat is mijn lievelingskleur, mijn lievelingsgerecht. En ik denk dat als je die dingen, als je de antwoorden kan vinden op die vragen, dat je gaat ontdekken of je die moedige, dappere of kwetsbare vrouw wil zijn. De boodschap die ik wil geven aan vrouwen is, weet dat je heel bijzonder bent. Dat, ik zeg altijd aan een bon preview. Je bent hier met een plan en een doel. Zoek het. En het maakt niet uit waar je bent in je leven op dit moment. Misschien ben je op een goed moment, you're happy, joyful. Maar misschien ben je in een down moment. En misschien een combinatie van die twee. Maar weet dat je heel speciaal bent en ga naar wat datgene is wat jij hier bent komen doen. En het moment dat je door hebt wat het is, zet je ervoor in. Het hoeft niet overeen te komen met je baan. Het hoeft niet overeen te komen met de business die je nu doet. Maar probeer het uit te vinden. Want ik heb ervaren dat dan een hele nieuwe wereld voor je open gaat. Dus zoek even waarvoor je hier bent en begin stappen te zetten in die richting. Maar misschien heb je al grote stappen gemaakt in die richting. Ga ermee door. Want andere mensen zitten op jou te wachten. Want je doet het niet alleen voor jou, voor die voldoening die je kreeg. Maar je doet het voor anderen en die mensen wachten op jou. Dus zoek het en als je het al hebt gevonden, ga ermee door. Want je bent speciaal om speciaal geroepen om dat te doen. Dat is wat ik aan vrouwen zou zeggen.